was die anders terug. Dat is de man vanaf startplaats nummer 2. Het is Ruben Borsma die van achteraf moet gaan beginnen. Naar 4 en in de kwalificatiereeks. Daar zit hij er nu wel goed bij hoor. Maar voor het eindje daar, nee, iedereen is op de been en er doorheen. Het is Garsten Veld op 1. In dit geweld, Michelle Wissink op 2. Het is nu op 3 Borsma. En op 4 gaat meeschallen. Alright, Garstenveld en ik zei, zijn wel zeker van een plekje, maar dat is de zaak heel oude. Het is daar Borsma erbij op plaats nummer 3. En de vierde man die doorgaat naar de harde finale is Rick Schaller. Tweede halve finale tegen de plank. Promotieklasse jeugd. 4 rijders plaatsen voor de volgende ronde. Van Havenis, Jansen, Goorhuis, Brugman.